Een regenboog binnen! Woehoe! Hey, ik ben Boys, de experimenteerexpert van Quest Junior. En Hosam die wilde weten waarom de lucht blauw is. En nou hou ik enorm van vragen die over dingen gaan die zo normaal zijn dat je bijna vergeet dat je er vragen over kan stellen. Dus Hosam, we gaan het even uitzoeken. Dan moet ik jullie eerst iets schokkends vertellen, jongens. De zon is niet geel. De zon bestaat namelijk uit wit licht. En wit licht is samengesteld uit alle kleuren die jij kan zien. En de zon is een baas, dus die stuurt ons alle kleuren en dus is de zon wit. Maar hoe kan het dan dat ik hem toch als geel bovenaan de hemel zie staan? Nou, dat komt omdat de lucht blauw is. Dit verhaal wordt steeds ingewikkelder, hè? Zullen we eens wat vragen gaan oplossen? Oké, ik zal het even wat makkelijker maken met een klein proefje. Wat heb je nodig? Heel simpel, een glazen driehoek en de zon. Oké, hier heb ik een straal met wit licht, dat is zonlicht. Alle kleuren zitten hierin. Hier heb ik mijn glazen driehoek, dat noemen we een prisma. Met die prisma kan ik die straal zonlicht een beetje afbuigen, zodat die hier terecht komt. Je ziet alleen, nu is het geen wit licht meer, nu zie ik alle kleuren. Alle kleuren zitten dus in wit licht. Hoe kan dit nou? Dat komt omdat niet alle kleuren door die prisma evenveel worden afgebogen. Ze komen dus iets naast elkaar uit op dit vlak. En daarom zie ik verschillende kleuren. Conclusie, wit licht bevat alle kleuren en die kan ik uit elkaar halen. Nou snap ik dat jij misschien geen prisma in huis hebt, maar je kan dit ook doen met een simpele bak water en een spiegeltje. Je doet de spiegel in de bak water, onder een bepaalde hoek, zo. Je zorgt dat er zonlicht opvalt. Kijk eens, hysterisch, daar zijn de kleurtjes al. Ik zie rood, ik zie blauw en een beetje wit in het midden. Oké, maar wat heeft dat nou te maken met dat de lucht blauw is? Nou, daarmee wordt duidelijk dat wit licht en dus zonlicht uit alle kleuren bestaat. Zonlicht stuurt dus alle kleuren tegelijk richting de aarde. Wat gebeurt er nu echter als dat zonlicht de lucht om de aarde heen tegenkomt? Dan gaan alle kleuren gewoon rechtdoor, behalve blauw. Wat gebeurt er dan met blauw? De blauwe kleur die botst op een andere manier op de lucht om de aarde heen, waardoor die alle kanten opketst. Die kan dus zo gaan, zo gaan, zo gaan, zo gaan. Hele rare patronen kan die maken, waardoor die uiteindelijk bijvoorbeeld hier op aarde komt. Als je nu hier staat op aarde en je kijkt naar de zon, dan zie je dus alle kleuren behalve blauw. Daardoor lijkt de zon geel. Maar waar is dat blauwe licht dan gebleven? Dat blauwe licht is alle kanten opgeketst en komt dus eigenlijk van alle kanten, behalve van de richting waar de zon op staat, in jouw oog terecht. En daardoor lijkt de rest van de hemel blauw. Vond jij dat nou ook een kleurrijk experiment? Doe dan even een duimpje omhoog. Zet jouw vraag in de comments en dan zie ik jou over 2 weken. Later!